Fijn dat je erbij bent. Goedenavond. Welkom. Over een minuutje of 12 gaan we beginnen met de meditatie voor vanavond. Tot die tijd heb ik nog een paar korte mededelingen voor je. Wachten we totdat iedereen is ingeschakeld om mee te gaan doen. Zoek er vast een plekje op waar je lekker rustig, heel relaxed kan zitten of liggen voor de half uurtjes. Nou, wat zal het zijn? Ja, denk een klein half uurtje vanavond, de meditatie. Minuutje of 30. Korte inleiding en tot 9:15 hebben we nog een paar dingen die we graag met je willen delen. Laat ook even weten, ik zie al heel veel namen in de chat voorbij komen. Dat je er bent, waar je kijkt op dit moment. Veel bekende namen en ik zag ook veel nieuwe mensen vanavond voor het eerst. Als je vanavond voor het eerst gaat kijken naar deze live volle maanmeditatie, van harte welkom. Namens Meditation Moments, het hele team. Mijn naam is Michael Pilarczyk. Nog een paar minuutjes en dan gaan we zo direct beginnen. Welkom, goedenavond. Al veel mensen aan het kijken op dit moment. Ik zie veel mooie berichtjes voorbij komen, ook in de chat. Leuk om te zien, dankjewel. Laat vooral even weten dat je er bent, waar je kijkt. Misschien heb je nog iets wat je graag wilt delen met iedereen die meekijkt op dit moment. Een paar korte berichten nog voordat we gaan beginnen. Volgende week dinsdag 10 november doen we een nieuwe boekenclub. Dat doen we eens in de zoveel tijd. Dan gaan we met elkaar een boek lezen en bespreken. Volgende week dinsdagavond dus. Dit keer is dat Think and Grow Rich. Kan je aanmelden via onze website michaelpilarczyk.nl/boekenclub. Hoef je nu niet te doen, hè. Mag ook later. Volgende week dinsdag dus. Gaan we het hebben over dat bijzondere boek. Het boek dat mijn leven heeft veranderd, heeft bepaald. Het boek dat gaat over de wet van de aantrekkingskracht. Over de kracht van je gedachten.
Heb je de Meditation Moments app nog niet gedownload? Doe dat dan. Kun je gratis doen in de app stores. En heb je vragen over de app of af en toe een probleempje? Laat het ons dan weten via het mailadres contact@meditationmoments.nl. Ik zag vandaag ook weer hier en daar een berichtje in een inbox van me. Het kan zomaar zijn dat ik die berichtjes dan niet zie. Omdat we zoveel berichten ontvangen. Dus als je echt een vraag hebt, mail die dan alsjeblieft. Of laat het weten via de mogelijkheid om dat te doen in de app zelf. Onder profiel heb je ook een mogelijkheid om ons een berichtje te sturen. Heel veel mooie reviews gelezen ook in de app stores. Dank je wel. Als je blij bent met de meditaties, maak je ons heel blij met zo'n review. Je feedback is voor ons ook heel belangrijk. En zo direct gaan we ook de winnaars bekendmaken van de reviews van deze maand. Doen we tijdens iedere volle maan meditatie. Dan gaan we iemand belonen met een XXL premium abonnement op de app. Nog 5 minuutjes. Dan gaan we zo direct beginnen. Zoek alvast een lekker plekje op waar je rustig kan liggen of kan zitten vanavond. Hoe lang gaat deze meditatie duren, zie ik in de chat? Ongeveer een half uurtje. We doen een korte inleiding en dan de meditatie, een overdenking met elkaar vanavond.
En na afloop nog even rust na de meditatie om weer even tot jezelf te komen. En daarna kunnen we nog het een en ander delen, heb ik nog wat te vertellen. En als je wilt reageren, doe dat in de chat. Doe dat straks ook onder deze live video. En op de Facebookpagina van Meditation Moments zijn Cindy en ik vanavond ook bereikbaar, mocht je willen reageren naar aanleiding van deze meditatie zo direct. Veel mensen hier, fijn dat je er bent. Afgelopen maand, begin oktober, waren we er niet voor de volle maanmeditatie. Dat had te maken met de theatershow Rust in je Hoofd. We waren in Nederland om de voorstellingen te doen. Mooie voorstellingen gedaan. In Laren zijn we geweest. In Heerlen, Apeldoorn. Zoveel plekken aan gedaan, ik weet het bijna niet eens meer. Breda zijn we geweest. Prachtige chassé-theater. Mooie voorstellingen. Mooie avonden met heel veel mooie mensen meegemaakt. En vanavond zouden we hier eigenlijk niet zijn. Want zowel afgelopen week als de komende week zouden we ook in Nederland zijn voor nieuwe voorstellingen van Rust in je Hoofd in Groningen, in Utrecht en in Rotterdam. Helaas, nou ja, het is geen nieuws. Gezien de omstandigheden zijn de theaters dicht op het moment. Kunnen de voorstellingen niet doorgaan, maar dat betekent wel dat ze gaan worden verschoven. Want natuurlijk gaan ze door, alleen niet nu, deze komende week. Alle voorstellingen worden verschoven naar begin 2021. Zodra daar nieuws over is, want we weten zelf ook nog niks, maar zodra er nieuws over is, ga je een bericht ontvangen van het theater waar je tickets hebt gekocht. En dan gaan we zorgen dat het allemaal goed komt. Als het aan mij ligt, kom ik zo snel mogelijk terug naar Nederland om de voorstellingen te gaan doen. We hebben mooie avonden meegemaakt en ook tijdens die live voorstelling van Rust in je Hoofd doe ik meditaties. En de meditatie, de lange meditatie die ik heb gedaan, daar zijn zoveel reacties op gekomen dat ik heb besloten om een deel van die meditatie vanavond ook met je te gaan doen. Welkom. Ik ga eens even kijken naar wat ik allemaal te vertellen heb. En ja, ik zei het net al, 10 november volgende week doen we een nieuwe boekenclub. Mocht je eraan mee willen doen, het is helemaal gratis, hartstikke leuk. We gaan met elkaar Think and Grow Rich lezen, het boek dat mijn leven heeft bepaald. Heel veel dingen die ik doe, die hebben te maken met de principes van Napoleon Hill, zoals die heeft beschreven in Think and Grow Rich. Als je het boek al hebt gelezen, kan je gewoon meedoen. Volgende week dinsdag gaan we het een en ander uitleggen over het boek. Een beetje achtergrondinformatie geven. En dan een paar weken later, als iedereen het boek heeft gelezen, dan kun je alle vragen aan Cindy en mij stellen. We hebben veel goed nieuws, ga ik je even kort uitleggen. We gaan de winnaars bekendmaken van de reviews van deze maand. En dan gaan we beginnen met de meditatie. Er komt een nieuwe update aan, dat is goed nieuws. Nieuwe update, één deze dagen kun je die verwachten in je telefoon. Als je een automatische update hebt, dan zul je dat vanzelf gaan ontdekken. En anders dan moet je even zorgen dat je even kijkt of je een update kan doen in de App Store. Misschien heb je het nieuwe design al gezien. Daar hebben we ook ik heb hier wat afbeeldingen van het nieuwe design. Ja, waarschijnlijk heb je het wel gezien. Het ziet er prachtig uit. Er is hard gewerkt door het technische team en de designers om de app nog mooier te maken. En daar zijn we elke dag mee bezig voor je om de app te blijven ontwikkelen met nieuwe meditaties, om het nog gebruiksvriendelijker te maken. Er komen nieuwe meditaties aan in de update die je een deze dagen kan verwachten. Nieuwe muziek en nieuwe meditaties. Een van de nieuwe meditaties is Samen voor een mooiere wereld. Dat was de volle maan meditatie van september. Ik zei het net ook al, mocht je vragen hebben, dan kan je die ook stellen onder je profiel. Ja, daar heb je de mogelijkheid om een suggestie te doen of een vraag te stellen. En anders kan je die gewoon naar ons mailen. contact@meditationmoments.nl. Ik liet het je net ook al zien. Dus even kijken, ik heb hier nog een voorbeeldje. We zijn er zelf heel erg blij mee, heel erg trots op. De widgets. En de widgets die zien er zo uit. Het werkt in de nieuwe versie van iOS 14...
Dat betekent dus dat je widgets kan plaatsen op je homescherm. Dus op je telefoon zelf. En ik moet zeggen, ik heb het zelf ook gedaan. Het is heel erg handig, want daardoor zie je nu dus ook heel snel de quote van de dag. En het moment van de dag, de ochtend of de middag of de avond, die zie je dus op je toestel staan als je die widgets voor jezelf even instelt. Moet je jezelf even uitvogelen hoe dat werkt. Ik zal anders na afloop nog wat toelichten of het filmpje nog even laten zien. We gaan hier ook nog een e-mail over sturen hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Dus we gaan ons vanavond niet helemaal overvallen. Mocht je denken van ja, dat wil ik nu vanavond hebben. We gaan zorgen dat dat goed komt. Dan de reviews. Schrijf je een review, dan maak je automatisch kans op een extra lang premium abonnement op de Meditation Moments app. En ik heb hier de winnaars voor deze week, deze maand. Monique staat er volgens mij. Het scherm staat voor mij behoorlijk in het weg. En Sven zie ik daar. Dankjewel voor deze mooie woorden. Heel veel reviews geschreven, zag ik. Waarvoor dank. Monique en Sven, stuur ons ook even een mailtje naar contact@meditationmoments.nl. Dan gaan we zorgen dat je een extra lang XXL premium account krijgt. Zodat je gebruik kan maken van al die muziek, al die mooie meditaties en de luisterboeken. En ook Hans en Fabienne uit de Google Play Store, gefeliciteerd. En dank natuurlijk voor de mooie reviews. Goed, lieve mensen. Zorg dat je op een plekje zit waar je rustig, stil, niet gestoord kan worden. Je mag nu de link nog even delen, nog even reageren. Als je dat zou willen. Zo direct tijdens de meditatie gaan we de chat even uitzetten. Zodat we allemaal met onze volledige aandacht bij de overdenking van vanavond kunnen zijn. We leven in een bijzondere tijd. Al maandenlang. Ik weet dat tijdens de eerste lockdown in maart, dat we hier regelmatig, zelfs een week lang, elke dag een meditatie hebben gedaan. Daarna elke week. Dat we toen al zeiden, dit kan wel eens heel erg lang gaan duren. En juist vanwege die onrust en die onzekerheid is het goed om die rust in jezelf op te zoeken. Ik heb de afgelopen weken ook heel veel berichtjes ontvangen weer van mensen die zeiden, ja, maar hoe ga ik dan om met die rust in mezelf als er zoveel onrust is en zoveel onzekerheid. En ik ben eigenlijk ook wel een beetje bang voor wat er gaat gebeuren. En ik kan het me voorstellen. Zeker als je natuurlijk te maken hebt met de situatie dat je niet kunt werken of dat je bedrijf dicht is op dit moment. Het is allemaal heel vervelend. Maar hoe vervelend het ook is, we zullen het ermee moeten doen. Met elkaar, met z'n allen. Daarom probeer ik al een aantal maanden te zeggen, samen voor een mooiere wereld. We moeten het samen doen. We moeten samen deze situatie gaan oplossen. Op welke manier dan ook. Alles gaat voorbij. Niks is voor eeuwig. Elke crisis is voorbij gegaan. Ook dit gaat voorbij. Wat belangrijk is dat wij, jij en ik, en alle mensen die een beetje mee willen gaan in die vibratie, de trilling hier op aarde een beetje kunnen verhogen door natuurlijk eerst de vibratie in jezelf een beetje te verhogen. En hoe doe je dat? Door je aandacht vooral te richten op het moois in de wereld. Op de liefde voor jezelf, de liefde in jezelf, de liefde voor andere mensen. Compassie, verdraagzaamheid, vriendelijkheid. En ik begrijp dat er grote verdeeldheid is, hè, want die zien we als we kijken naar het nieuws, naar de media, naar social media. Er is heel veel verdeeldheid. En ik zou je willen vragen om na te denken over het volgende. Ook al zijn we het niet allemaal met elkaar eens, dat hoeft natuurlijk niet. Want we hebben allemaal onze eigen denkwijze. Onze eigen manier hoe we naar de wereld en naar deze situatie kijken. Toch zou ik je willen vragen, ondanks dat we anders denken, dat we wel, laten we zeggen, hand in hand naast elkaar kunnen blijven wandelen in deze maatschappij. Dat we wel naar elkaar blijven luisteren. Met begrip en met respect met elkaar omgaan. Dat is een van de boodschappen die ik graag met je wil delen. En als jij die wilt deelt met de mensen om je heen, dan zul je merken dat we samen gaan werken aan een mooiere wereld. Goed. Ben je er klaar voor? Dan gaan we beginnen met de meditatie.
Na afloop ben ik er natuurlijk nog om nog het een en ander toe te lichten. Vragen te beantwoorden als die er zijn. En dat zullen we ook doen op Facebook. De chat gaat zo direct uit. Haal alvast een paar keer rustig. Diep adem. Ik zie dat we bijna met 10.000 mensen bij elkaar zijn vanavond. Hier nu, op dit moment. Voel de rust in jezelf. Doe je ogen even dicht. Haal even heel diep adem. En adem dan uit met een lange, diepe zucht. Met een lange, diepe zucht. Adem in. Adem uit. Adem in en uit in je eigen tempo. Fijn dat je er bent. Fijn dat we er zijn met elkaar. Je mag je ogen open houden of dicht doen wat je zelf graag wilt. Houd een glimlach op je gezicht tijdens de meditatie vanavond. Wil je meenemen op reis? Op reis naar jezelf. De verbinding met jezelf. Wil je terugbrengen naar het vertrouwen in jezelf. In de wereld om je heen. Het vertrouwen dat je kunt hebben in je hart. Adem nog een keer langzaam rustig. In en uit. Ik wens je een mooie meditatie. Voordat we gaan beginnen wil ik je dit nog vertellen. De planeet heeft meer dan ooit liefde en wijsheid nodig. Dat begint met het geloof in een mooiere wereld. Het geloof in een vreedzame wereld. Een wereld waarin alles weer goed zal komen. En alleen al het collectief denken, zoals we dat nu op dit moment met elkaar doen, onze aandacht richten op die gezonde, liefdevolle wereld, zal positieve gevolgen hebben. Het gaat om geloof. Geloof dat liefde sterker is dan angst. En het sterkste wapen tegen angst is liefde. En ondanks al het nieuws, alle onrust die je ziet, alle berichtgeving en de onzekerheid die er is, zou ik je willen vragen om je aandacht te richten op het positieve, op je vertrouwen. Op je innerlijke kracht. De kracht van je hart. En vertrouw erop dat we dit met elkaar kunnen en zullen overwinnen. Als we leven vanuit liefde en vertrouwen. Als we de verbinding maken met onszelf, met elkaar. En daarom wil ik je nu alvast bedanken dat je er bent op dit moment. Hier en nu. Een moment van stilte in een wereld van lawaai en paniek. Terug naar de rust en het vertrouwen in jezelf. Adem langzaam, rustig, in en uit.
Als je je ogen nog niet hebt dichtgedaan, doe dan je ogen dicht. En open je hart. Ik nodig je uit om samen te zijn met elkaar. Voel de verbinding met elkaar. Probeer die verbinding te voelen. Meer dan 10.000 mensen op dit moment. We zijn bij elkaar. Geef elkaar een hand. Vul die energie van iedereen die er is op dit moment. Zoveel mooie mensen. Jij. Voel de verbinding van iedereen die hier op dit moment is. De situatie in de wereld vraagt om eenheid, om saamhorigheid, om verbinding met elkaar. Dat is wat we doen. Verbinding maken met elkaar. Laten we geloven in de goede intenties van elkaar. En laten we elkaar helpen wanneer dat nodig is. Samen voor een mooiere wereld. Adem nog een keer langzaam, rustig in. En adem weer uit. Bij iedere ademhaling voelt het lichter, alsof er een last van je afvalt. Alsof je lichter wordt. Adem langzaam. In en uit. En houd die glimlach op je gezicht. Ik wil je vragen om met je aandacht te gaan naar iemand van wie je heel veel houdt. Iemand om wie je heel veel geeft. Ga met al je aandacht naar diegene van wie je zoveel houdt. Met heel je gevoel, vanuit je hart. Voel die liefde voor die persoon van wie je zoveel houdt. En voor je... aan wie je misschien heel veel te danken hebt. Misschien iemand die heel dichtbij je staat. Het kan ook iemand zijn die je misschien al heel lang mist. Die er al heel lang niet meer is. Maar die je bij je draagt, in je hart, voor altijd. Vul die liefde in jezelf, voor diegene van wie je zoveel houdt. Vul die liefde van binnen. Wat voel je nu op dit moment? Misschien is er wel iets wat je wil zeggen tegen die persoon. Ik hou van je. Voor altijd bij me, in mijn hart. Omdat ik zoveel van je hou.
voel die liefde in jezelf. Ga dan eens met je aandacht naar een moment uit je leven waarop je intens gelukkig was. Probeer eens terug te gaan naar dat moment. Wat komt er in je op? Een moment waarop je heel gelukkig was. Blij en gelukkig. Ga terug met heel je aandacht naar dat moment. Voel het. Zie het. Alsof je het opnieuw beleeft. Alsof je opnieuw in dat moment bent. Ervaar dat moment. Voel die blijheid in jezelf. Denk dan nog eens aan een ander moment. Nog een moment waarop je intens gelukkig was. Waar ben je? Met wie ben je? En ervaar dat gevoel, die blijheid, die liefde. Voel dat je trilling omhoog gaat. Voel je vibratie stijgen. Naar een frequentie van liefde. Liefde en vertrouwen. Adem langzaam en rustig. Ervaar die emotie. Ervaar wat er in je lichaam gebeurt. Ga nu eens terug met al je aandacht naar toen je klein was. Een kleine jij. Toen je een jaar of 6 was, of 8 of 10. Probeer met al je aandacht, met heel je gevoel, vanuit je hart, terug te gaan naar wie je ooit was. Je 6 was of 8 of 10. Dat kleine mooie mensje. Jij. Wat voel je? En wat zie je? Wie zie je? Voel die verbinding met die kleine jij. Dat mooie, lieve kleine mensje. Zuiver, puur, vol liefde en blijheid. Neem even de tijd om het echt te voelen. Voel hoe het was toen je zo klein was.
Probeer even terug te gaan naar wie je was. Diep van binnen. En maak die verbinding met dat kind in jezelf. Vul die verbinding met dat pure, zuivere kind in jezelf. Voel die liefde voor jezelf. Wat is het allereerste moment dat je kan herinneren? Als je heel ver teruggaat in de tijd, wat is de eerste herinnering die je bij je draagt? Het eerste moment dat je kan herinneren in dit leven. Waar denk je aan? Vul die verbinding met het leven, met de bron van al het bestaan. Voel die energie door je heen stromen, met iedere inademing. Het leven dat door je heen stroomt. Adem langzaam en rustig. Voel die krachtige energie, die levenskracht door je heen stromen. Kijk nog eens goed naar die kleine jij die je ooit was en voel die energie van het kind in jezelf. Want wat je echt bent, diep van binnen, is liefdevol bewustzijn. Oneindig, eeuwig, liefdevol bewustzijn. Dat is wat je altijd was en wat je altijd zult zijn. Neem even de tijd voor jezelf. Misschien is er een vraag die je wilt stellen aan dat zuivere kind in jezelf. Wat zou je willen weten van wie je ooit was? Welk advies zou je misschien willen vragen nu? Stel die vraag aan het kind in jezelf. Het zuivere bewustzijn
dat je diep van binnen bent. Neem heel even de tijd voor jezelf. Open je hart en luister naar je innerlijke stem. Voel de rust en de helderheid in jezelf. Zeg me na in stilte. Ik ben zuiver bewustzijn. Ik ben vrede. Ik ben vertrouwen. Ik ben liefde. Ik vertrouw erop dat ik word geleid door een hogere macht. En ik vertrouw erop dat er een mooie wereld aan het ontstaan is. Ik vertrouw erop dat er een mooie wereld aan het ontstaan is. Ik leef vanuit vertrouwen. En ik ben vriendelijk en verdraagzaam. Want ik leef vanuit liefde. Adem langzaam en rustig. Voel die verbinding met jezelf. We gaan langzaam naar het einde van deze overdenking. Dus neem nog even een paar laatste minuten voor jezelf.
en ik wil graag nog een paar woorden met je delen. Word wakker. Wees het licht in jezelf. Wees het licht in deze duistere wereld. Want jij kan het lichtje zijn in het leven van een ander. Jij kan het hart van een ander doen kloppen. Jij kan de liefde zijn die een ander nodig heeft. Jij bent de verandering die deze wereld nodig heeft. Ik geloof dat we met elkaar kunnen leven in vrede en verdraagzaamheid. Vanuit eenheid. Vanuit verbinding met elkaar. Zoals we hier vanavond met elkaar zijn, meer dan 10.000 mensen bij elkaar, samengekomen. Voel die verbinding, geef elkaar een hand. Bedank elkaar. Ik wil je bedanken voor je aanwezigheid. Dankjewel. Neem alle tijd voor jezelf. Dankjewel. Voor dit moment. Dankjewel. Het is ook goed om straks 2 of 3 glazen water te drinken als we helemaal klaar zijn. Dankjewel. Wees dankbaar voor wat er is. Oordeel niet over van alles en nog wat. Heb niet op alles kritiek. Al die oordelen, al die kritiek brengt je in een lagere staat van zijn, in een lagere vibratie. Brengt je verder af van je eigen geluksgevoel. Het is wat het is, lieve mensen. Maak het niet erger dan het is. We zullen het moeten doen met wat we hebben. We zitten met elkaar allemaal in hetzelfde bootje. Ik werd van de week aan iemand uitgelegd. Ik zeg, ja, we zitten met elkaar in een roeibootje. En we zijn bezig om te kijken waar we uitkomen met de riemen die we hebben. Dit is niet een moment voor verdeeldheid. Om met elkaar in conflict te gaan. Niet nu. En ik begrijp dat dat niet makkelijk is. In het dagelijks leven, met alles wat er gebeurt en het nieuws. Dat is ook een van de redenen dat wij al heel lang geen nieuws meer volgen. Natuurlijk, we zijn op de hoogte van wat er gebeurt in de wereld. Maar... ja. Het is aan jou hoe je ermee omgaat. De rust kun je vinden in jezelf. Ook in een wereld vol lawaai, in een wereld vol onrust. Is het mogelijk om de rust in jezelf te vinden door elke ochtend... en elke avond een paar minuten voor jezelf te nemen.
5 of 10 minuten. Kan al genoeg zijn. Kan een groot verschil maken. Ik doe dat iedere ochtend een paar minuutjes. En dan aan het einde, voordat ik ga slapen. Altijd even stilstaan met de vraag, waar ben ik dankbaar voor vandaag? Wat maakte me blij? Waar werd ik blij door vandaag? Het kunnen kleine dingen zijn. Probeer daar even bij stil te staan. Wees dankbaar voordat je gaat slapen. En je zult merken dat je beter slaapt, prettiger slaapt. En ook energieker wakker wordt. En daarvoor hebben we heel veel meditaties die je kunt gebruiken uit de Meditation Moments app. Mocht je suggesties hebben, altijd van harte welkom. Laat het ons weten. Stuur even een mailtje. contact@meditationmoments.nl. Nieuwe update komt eraan, één deze dagen. Dus het meezit misschien al morgen of overmorgen. Met onder andere de lange meditatie Samen voor een mooiere wereld. Maar ook de ademhalingsoefening, 10 keer ademhaling. Voor de ochtend en de avond heb ik een extra versie opgenomen. Tijdens de theatervoorstelling heb ik er ook uitgebreid over gehad. Als je opstaat 's ochtends of eigenlijk nog als je in je bed ligt, doe dan 10 keer langzaam die ademhaling. 10 keer, het kost je een paar minuten aan het begin van je dag. Het geeft je meer helderheid, meer rust, meer focus. Brengt je even terug naar dat moment nu, voordat je uit je bed gaat en aan de waan van de dag begint, die soms heel druk kan zijn. En doe dat ook voordat je gaat slapen, die 10 langzame, rustige ademhalingen. Het kost je echt maar zo weinig tijd, het kan je zoveel brengen. Nieuwe meditaties dus in de update. Dan, ik ga hem toch nog even een keertje laten zien. De widget. Die je op je homescreen kan zetten dus. Van je iPhone. Het werkt alleen op dit moment voor Apple. Dat heeft te maken met dat het een feature is van Apple voor de iPhone. Ik moet zeggen, ik heb het nu een paar dagen. Ik vind het zelf heel praktisch. Je ziet heel snel de quote van de dag. Kun je zelf de quote van de dag op je scherm zetten. De meditaties van het moment. Dus je zult veel sneller geneigd zijn om een meditatie te gaan doen. Dus doe dat vooral. Het ziet er ook heel mooi uit. Mooie nieuwe indeling van de app. En heb je de app nog niet gedownload, doe dat dan. En je kan er ook andere mensen heel erg blij mee maken. Ik ga eens even in de chat kijken. Reacties. Je hoort altijd rustig van mijn stem. Dat is fijn om te lezen. Dank je wel. Een groot deel van deze meditatie heb ik tijdens de voorstelling Rust in je hoofd in het theater gedaan. Afgelopen weken. En ja, het zal waarschijnlijk anders zijn als ik natuurlijk bij je in de zaal ben. De energie zal anders zijn, maar toch. Ik ben heel benieuwd naar hoe je het hebt ervaren vanavond. Wat het met je heeft gedaan. Laat het weten in de chat. Een berichtje onder deze video als de stream zo direct is afgelopen is. Van harte welkom. En anders op de Facebookpagina van Meditation Moments. Daar ben ik vanavond samen met Cindy om te kijken naar de reacties. Antwoorden te geven als er nog vragen zijn. Spien zegt ook, de app is mijn dagelijks brood. Ja, meer dan 100.000 mensen in Nederland gebruiken elke dag 1 of 2 meditaties uit de app. Ik vind dat mooi. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen het gaan doen om meer de rust in jezelf te kunnen ervaren. Maar ook meer je eigen bewustzijn een beetje te kunnen verruimen, vergroten. Zodat dat bewustzijn zeker in je eigen omgeving ontwaakt. En je gaat het merken aan de mensen om je heen. Als meer mensen zich op deze manier met elkaar verbinden. Wij merken het zelf ook. Dat we steeds meer, ja, ik zeg altijd, heel positief ingestelde mensen om ons heen krijgen. En de mensen die een beetje zeuren en negatief zijn en heel veel kritiek hebben over wat er allemaal speelt in de wereld. Natuurlijk, ik wil de werkelijkheid niet ontkennen. Maar ik blijf ver uit de buurt van alle negativiteit, want dat maakt het alleen maar erger. Je kunt niet vechten tegen wat er gebeurt. Je kunt alleen maar je liefde
en je verdraagzaamheid tonen. Dat is het sterkste wapen, waar niets en niemand tegen bestand is. Maar de onrust die heerst in de wereld, die is grotendeels het resultaat van de angst die er heerst en de onzekerheid. En iedereen die daaraan meedoet, die levert zijn eigen bijdrage daaraan. En ik weet dat dat moeilijk is, hè, om de afstand te houden en die liefde en dat vertrouwen in jezelf te houden. Daarom vind ik het fijn dat je er bent vanavond. Want dit zouden we eigenlijk vaker moeten doen om die vibratie hoog te houden. Dat is namelijk het krachtigste wapen waar niks, niemand tegen bestand is. Ik ga even naar Cindy luisteren, die roept wat. De nieuwe meditatie zit al in de app? Oh, die staan er automatisch in. Techniek gaat zo snel. Dus de nieuwe meditatie, staan ze er nu al in op dit moment? Oh, ze staan er nu al. Ik krijg net het laatste nieuws binnen. Ik ga zelf ook even kijken. Onder visualisatie staat hij volgens mij. Samen voor een mooiere wereld. Dit spiegelt een beetje. Samen voor een mooiere wereld. Hij staat erin onder visualisatie. En dan even kijken. Onder de ochtend start je dag. Daar staat dus de 10 keer neus-mond ademhaling. In door je neus, uit door je mond. En er staat ook een erg mooie nieuwe muziektrack in. Even een kleine update tussendoor. Want over een paar weken, in ieder geval voor de kerst, maar waarschijnlijk al deze maand, komt er een nieuwe update aan. Er is veel vraag naar meer begeleiding. Zeker voor als je voor het eerst kijkt vanavond. Als je voor het eerst de app gebruikt. Meer beginnersmeditaties. Meer uitleg. Meer ademhalingsoefeningen. Daar zijn we allemaal mee bezig op dit moment. En in de eerstvolgende update over een paar weken gaan al die dingen worden toegevoegd. Gaan we ook beginnen met nieuwe programma's. Daar kan ik nu niet zo heel veel over vertellen nog. Maar binnen een paar weken gaat het allemaal gebeuren. Heb ik alles vermeld? Ja, nog één keer over de theatertour. Ik krijg daar toch nog berichtjes over binnen. Als je tickets hebt, die blijven geldig. Je krijgt van het theater zo spoedig mogelijk, als er iets bekend is, van nieuwe data, krijg je een bericht wanneer de nieuwe data worden ingepland. Ik heb wel begrepen dat er veel nieuwe voorstellingen bij gaan komen. Het zal zomaar eens kunnen gebeuren dat in maart al gaat gebeuren. Maar alles is natuurlijk volledig afhankelijk van de situatie in het land, in de wereld. En of de theaters weer open mogen en of dat allemaal veilig kan gebeuren. Ik moet zeggen, afgelopen, ik geloof dat we 15 voorstellingen hebben gedaan. Het was uitermate veilig, erg veel afstand gehouden. Helaas natuurlijk veel minder mensen in de zaal, maar het was wel daardoor ook wel heel erg knus en intiem. Heb ik alles geroepen, Zin? Volgende volle maan. Volgende volle maan is 30 november. En daarna 30 december. Dat zijn de volgende twee volle maanden. Dus de volgende gaan we in ieder geval doen op 30 november. Zet vast in je agenda 30 november om 9:15. Dan ben ik er met de volgende live meditatie. Kijk nog even mee in de chat. En vergeet niet de reviews te schrijven. Ik zal de winnaars nog even een keertje laten zien. Zijn ze. Monique en Sven, gefeliciteerd. Jullie krijgen een XXXL premium account op Meditation Moments. En Hans en Fabienne, dank je wel. En iedereen, want ik heb echt tientallen nieuwe reviews gezien. Mooie feedback in de app stores. Dank je wel daarvoor. Je maakt ons daar echt heel erg blij mee. En we vinden het ook fijn om te horen hoe vaak je de app gebruikt, wat je ermee doet. Ook leuk altijd om van de kids te horen hoe ze de kidsmeditaties ervaren. Groningen blijft ook staan. Ja, Groningen gaat ook zeker door. Rotterdam blijft staan. Amsterdam. Ik heb geloof ik in de wandelgangen gehoord dat er 6 voorstellingen in Carré gaan komen. Ik heb gehoord dat Hoorn erbij komt. Maar zodra dat allemaal definitief en zeker is, gaan we dat communiceren en hoor je dat ook van het theater. Ik ben benieuwd naar je ervaring van vanavond. Van hoe je het ervaren hebt. Laat ons dat alsjeblieft weten. Ik zou het heel fijn vinden om van je te horen. Wil ik je voor nu bedanken voor je aanwezigheid. Neem de tijd en rust voor jezelf. Maak er een mooie avond van.
Al nog één keer langzaam rustig. Diep adem. We spreken elkaar zo snel mogelijk. Misschien wel volgende week dinsdag bij de Boekenclub. Think and Grow Rich. Misschien tot dan en anders tot snel. Fijne avond.